Autisme heeft een duidelijke genetische basis. Wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dat genen voor 90% een rol spelen bij het krijgen van autisme. Een mens heeft zo'n 30.000 genen en er zijn al 100 verschillende genen gevonden die bijdragen aan autisme. En de verwachting is dat er nog meer worden gevonden. Uit familieonderzoek blijkt dat deze autismegenen zich in allerlei variaties kunnen voordoen bij mensen met autisme. Soms heeft iemand maar één gen, anderen weer een combinatie van vier. En zo bestaan er vele variaties. Bij Autisme TV kwamen verschillende vragen binnen over erfelijkheid, zoals deze. Krijg je ook vanzelfsprekend autisme als je drager bent van één of meerdere van deze genen? Volgens professor Steyaert van de Universiteit van Leuven en een autoriteit op dit gebied hoeft dat zeer zeker niet. Een andere bevinding van die recente ontwikkeling is niet alleen dat er heel veel genen geassocieerd zijn aan autisme in allerlei wisselende combinaties, maar ook dat als je één of meerdere van die autismegenen hebt, en ik zeg het wel tussen aanhalingstekens autismegenen, is dat je niet met zekerheid ook autisme nog een autisme spectrumstoornis gaat krijgen, maar dat het best kan zijn dat je helemaal op vlak van gedrag helemaal niks hebt, dat je volledig normale theory of mind hebt en zo verder, dat je een empathisch persoon bent en noem maar op. Dus dat we zien eigenlijk dat ook bij diegenen die een verhoogd risico geven op autisme, in de meeste gevallen dat verhoogd risico in de grote orde is van 15, 20, een zeldzame keer 50%, maar nooit 100%. Dus dat tussen gen en gedrag, dat er ook nog allerlei stappen daartussen zijn, waardoor die genen voor autisme duidelijk niet volledig deterministisch zijn. Dus het is niet omdat je een van die genen hebt dat je autisme krijgt, maar dat ze gewoon het risico verhogen om autisme te hebben. Dat zie je zelfs binnen één familie. We hebben families waar 2-3 personen die drager zijn van een specifieke genafwijking ook daadwerkelijk autisme hebben, maar waar ook 3-4 zijn die ook drager zijn van die afwijking en die helemaal niks hebben, of die iets tussenin hebben, die zo broader autism phenotype hebben, iets in dat genre. Dus ze neigen naar het spectrum, maar dysfunctioneren niet bijvoorbeeld. Dus die families zijn we eigenlijk volop aan het onderzoeken om te vragen, om ons af te vragen, wat maakt u eigenlijk dat zelfs binnen één familie individuen met dezelfde genetische, met hetzelfde genetisch profiel de aandoening gaan ontwikkelen en iemand anders niet. Dat is natuurlijk cruciaal om dat te begrijpen naar verdere diagnostiek, maar ook behandeling of preventie. Maar dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Naast genen spelen dus ook andere factoren een rol bij de ontwikkeling van autisme. Hoe kan de ene mens autisme ontwikkelen en de andere mens met exact hetzelfde genenprofiel geen autisme krijgen? De sleutel tot een antwoord moet misschien wel buiten de genen worden gezocht. Kunnen het milieufactoren zijn? Er zijn zeker een aantal andere factoren van invloed. Eén groep factoren zijn dan relatief gemakkelijk te onderzoeken. Dat zijn de andere genen. Dat hebben we nog in de hand. Maar er is een toenemende consensus bij wetenschappers dat er ook milieufactoren een rol spelen in een aantal combinaties, in een aantal genetische situaties. Dus waarschijnlijk dat die hele hoge heritabiliteit van 90%, dat voor een deel zuiver genetische factoren zijn. Dus waar de genen voldoende zijn om de aandoening te krijgen. Alhoewel je niet noodzakelijk de aandoening zal krijgen als je die genen hebt, maar ze zijn op zich voldoende. En dat er een deel is waar een bepaald genetisch profiel moet interageren met bepaalde milieufactoren. Dus waar het genetisch profiel meer een kwetsbaarheid is dan de alleenstaande oorzaak eigenlijk. Wetenschappers beginnen ook voorzichtig de betekenis van opvoeding te onderzoeken. Niet dat ze verwachten dat de opvoedstijl van invloed is op het ontstaan van autisme, maar misschien wel dat de opvoedstijl de gedragskenmerken kunnen versterken of verzwakken. Ja, de rol van de opvoeding, dat is natuurlijk ook een potentiële omgevingsfactor. Ik heb mij nu gefocust op biologische omgevingsfactoren. U weet, een hele tijd
altijd heel moeilijk om daarnaar te kijken, want de ijskastmoeders, ja, dat principe was in de ijskast gestopt. Maar ja, de laatste 5 à 10 jaar zie je dat men zich toch vragen gaat stellen van, als je bijvoorbeeld een zelf kenmerk hebt van autisme als ouder of autisme spectrumstoornis en je voedt een kind op dat een risico heeft of zelf al autisme heeft, van wat gaat die interactie betekenen bijvoorbeeld. Dus dat begint men te onderzoeken, heel voorzichtig, en men kijkt op dit ogenblik vooral naar interacties eigenlijk. Wat doet het kind met autisme aan de ouder en hoe voedt die ouder dan dat kind met autisme op? En we focussen op dit ogenblik niet zozeer op van gaat die nou autisme krijgen of niet, maar we focussen wel van gaat het autisme een ernstigere vorm nemen, of een lichtere vorm, of gaat bepaalde variabelen in de opvoeding maken dat een kind meer gedragsproblemen krijgt of minder gedragsproblemen, beter kan communiceren of minder goed gaat communiceren. Dat je eigenlijk eerder naar de evolutie van het autisme en eventueel de ontwikkeling van het autisme gaat kijken dan naar het autisme, het ontstaan van het autisme op zich. Dus die weg ligt nu open, maar is echt in een heel, heel vroeg stadium pas. Er zijn dus vele factoren die bij kunnen dragen aan autisme. En hoe al die factoren op elkaar inwerken is voorlopig nog een groot raadsel. Hoe ongerust moet je je nu maken als je zwanger bent en er zit autisme in de familie? Kun je via genetisch onderzoek daar tijdens de zwangerschap inzicht in krijgen? Als u zelf al een kind hebt met een autisme spectrumstoornis, dan hebt of u hebt zelf of uw partner een autisme spectrumstoornis, dan is er toch redenen om in die mate ongerust te zijn dat een genetisch onderzoek verheldering kan brengen eigenlijk. Het is namelijk zo dat bij eerste graads bloedverwanten is het herhalingsrisico rond 18%. Dat is best veel. Dus dat betekent dat van ouder naar kind, of als er al een kind is, de kans dat het tweede kind autisme krijgt, ligt rond 18%. Je kan beslissen van, ik laat dat aan het lot over, wat prima beslissing is. Maar je kan ook zeggen van, eigenlijk wil ik daar toch wat meer zicht op. Misschien niet meer controle, maar ik wil er wel meer zicht op. En dan kan je bij het kind dat al autisme heeft, kan je een genetisch onderzoek laten doen. En de kans dat men iets vindt, ligt op dit moment tussen de 15% à 20%. De kans dat men niks vindt, ligt dus nog altijd vrij hoog, want dat is 80-85%. Maar bij die kleine groep waar je wel iets vindt, zie je dat je genetische counseling kan doen, dus dat je eigenlijk het herhalingsrisico kan verfijnen. En in een aantal families betekent dat je kan zeggen, kijk, het herhalingsrisico is nul, want de reden van autisme bij deze persoon is wel genetisch, maar het is geen overerfbare reden. Dat is, treft alleen dit individu. Dus de bloedverwanten zijn drager van niets waarschijnlijk. En een aantal andere families ga je zeggen, kijk, gezien wat we hier gevonden hebben, ligt het genetische risico misschien rond 30-40%.